om de hoek. Vluchtelingen op de stoep. Ik denk na van wat ik zou doen. Vluchten, vechten, blijf ik thuis. Er is voor mij geen achterhuis. Vluchten, en waar ga ik heen? Naar mijn familie mee of moet ik alleen? Het was zeker de vrijheid. We hebben jaren in de Bedlagerlaan gewoond, 42 jaar. Dat is hier eigenlijk vlakbij. En toen konden we dit, en er stonden we een jaar of 11 ingeschreven. En toen konden we dit krijgen, nou ja, met beide handen natuurlijk. Woon ik ook nog aan die kant, 2 hoog, ja. Dan zit je helemaal vrij. He, op het hoekje, dat is geweldig. Wat vindt u ervan dat dit georganiseerd is hier vandaag? Ik vind dat samenbindend voor onze groep ook, dat vind ik het eigenlijk heel belangrijk. En doordat het door verschillende mensen en verschillende culturen is samengesteld, vind ik dit ook een verbindende factor. Heel mooi. Ik vind het heel mooi. Het is echt gezellig hier ook. Wat bent u aan het doen? Ik ben pangsit aan het bakken. In de olie hebben de koks van Kleurrijk Koken hebben die gemaakt. En we delen ze direct uit aan de mensen die hier zitten. Dus hartstikke lekker zijn ze. Ik ben van voor de oorlog nog. Ik heb de oorlog niet bewust meegemaakt. Maar ons huis is 7 dagen voor de bevrijding van Nijverdal gebombardeerd. En veel buurmeisjes en mensen bij ons in de omgeving zijn daarbij overleden. En dan blijkt je toch steeds meer. Hè, ik ben gelukkig met onze familie, zijn we gevlucht uit het gebied en hebben het overleefd. En daarom waardeer ik eigenlijk de vrijheid nog iets meer dan anderen. Wat vindt u van het thema? Wat betekent vrijheid? Vrijheid is alles waard. Moet je maar eens in andere landen komen, dan is Nederland toch wel goed hoor. Het thema is, wat betekent vrijheid voor u? Wat betekent vrijheid voor u? Dat ik dit mag doen. En dat ik mag zeggen wat ik wil. En dat ik kan doen wat ik wil. En dat ik kan gaan en staan waar ik wil. En dat is natuurlijk op dit moment heel wat anders dan wat er in Oekraïne bijvoorbeeld gebeurt. En daar mag je ook wel eens aan denken, vind ik.